Ja, een goede avond allemaal. Welkom. We zijn vandaag op deze gemeente normaalwijs allemaal voltallig. Ik zie dat, Jeff, jij zit, ik hoop dat het nu goed gaat, want jij zit in een, Jeff Koekenberg, in een ander dan een normale omgeving, zie ik. Dus ik hoop dat het goed gaat met u. Ik stel voor dat we eerst, zijn de vragen over het verslag van de vorige gemeenteraad? Geen opmerkingen? Oké, dan kunnen we dat goed. En dan gaan we eerst traditioneel het burgemeesterbesluit van 19 april 2021 om te vergaderen op deze digitale wijze gaan we goedkeuren. De link wordt
link wordt eerst doorgestuurd, dus op de klassieke wijze gaan we weer met z'n allen weer stemmen. Ik denk Gert moet nog stemmen en Patje, maar is Patje ondertussen al... Ah, die is al ingelogd, dus jij gaat... Ik ben ingelogd, maar ik heb problemen met een Parnassus op te starten, Flip. Ben je akkoord? Ik ben akkoord. Dank u. En dan Gert, heeft Gert ondertussen gestemd? Nee. Gert, kun jij even een teken van leven geven? Patrick heeft ondertussen wel gestemd, maar Gert Laurijs mag niet. Ah, alleen Gert Laurijs moet nog even gebruik maken van de stemcomputer. Lukt het, Gert? Ik hoor heel weinig, dus... Ja, voorzitter. Bij mij zit hij ook niet bij de deelnemers. Dus zit hij niet in de vergadering. Ja, juist wel. Juist was het rood en daarna was het terug... Nu is het terug weer even... En nu is het weer terug even groen. Ja. We zijn hem nu inderdaad even kwijt. We wachten even tot dat... Is Gert terug? We wachten nog heel even. Hij is terug. Oké. Okay. Gert, ik neem aan dat jij akkoord gaat met het eerste burgemeesterbesluit. In de chat even kijken. Ja, akkoord. Goed, dan gaan we naar het tweede punt. En dan geef ik het woord even aan Walter, want ik verlaat even de vergadering. Walter, aan u het woord. Ja. Goedenavond allemaal. Het tweede puntje gaat over de aankoop van een stukje landbouwgrond ten streken van Groenendaal. Het is zo dat de curator Keustels ons namens Herinvesta stukje aangeboden heeft. We hebben daar een schattingsverslag van laten maken. Dat was op €36.000 schattingswaarde. We hebben een bod gedaan van, of zouden een bod kunnen doen, als de gemeenteraad dat goed vindt, van €26.000. Waarom zouden we dat als gemeente willen kopen? Enerzijds het grensstaande stuk gemeentegrond, wat inderdaad onze eigendom al is. Twee, het ligt aan een recreatiezone en door dat als gemeente te kopen, voorkomde daar oneigenlijk gebruik, want anders loopte daar het risico dat dat toch een uitbreiding van de recreatiezone gaat worden. En drie, het ligt in een zone wat in de toekomst mogelijk interessant is om te kunnen opplanten wanneer dat we eens ergens een compensatie zouden moeten doen. Dat is nu niet aan de orde, maar naar de toekomst zou dat eigenlijk perfect kunnen ooit. We zouden het nu gewoon als landbouwgrond kunnen verder gebruiken. Het ligt in de streek van vlakbij het Speeksel, voor de mensen die Groenendaal niet direct zouden kennen. Dus wij stellen voor aan de gemeenteraad om akkoord te gaan dat we dat aankopen. We hebben de nodige kredieten daarvoor in ons meerjarenplan staan. Goed? Oké. Kunnen we daar dan over stemmen? Oké. Ik vroeg het woord nog met mijn handje. Ah, sorry, dat heb ik niet gezien. Wacht, dan moet ik even terug.
Ik was naar Kim aan het kijken of dat zij reageerde. Ja, zeg maar. Els? Oké. We horen inderdaad in de toekomst misschien als compenserende bebossing, maar misschien kunnen we toch al even wat anticiperen, want we hebben als gemeente ook een bomencharter ondertekend en het grenst aan gewestbossen, dus misschien is het toch al fijn om erover na te denken om daar een geboortebos of een klimaatbos of zo aan te planten, aangezien dat we dat nog wel kunnen gebruiken. Ook binnen het burgemeesterconvenant, voor CO2 gaat dat zeker en vast ook nog een verschil maken. Dus we dachten, misschien is het toch al een idee om daarover na te denken. Er zijn inderdaad meerdere ideeën mogelijk. Het is daarom ook de reden dat we dit nu willen kopen. Het is en blijft inderdaad in deze fase landbouwgrond. Er staan nu wat schapen op. Dus dat kan in de nabije toekomst nog wel even blijven. Maar dat zijn ideeën, want dit is juist dan zo die oppervlakte om zoiets eens mee te doen, Els. Dat kan. Oké, super. Want als we dat nu of in de toekomst doen, hebben we daar ook nog recht op een extra subsidie, hè, omdat we dat van landbouwgrond dan zouden bebossen. Maar laat ons dat verder beleid daarover zien. Ik denk dat we nu op korte termijn het moeten kopen. Daar zijn de gelden voor. Het is nu te koop, want het zit in dat faillissement. Dus moet op betrekkelijk korte termijn geregeld worden. Maar het is zeker, zoals je terecht zegt, een stukje landbouwgrond met mogelijkheden, ja. Oké, dankjewel. Oké, joe. Kunnen we dan stemmen? Oké, goed. Flip, dan mag je het volgende punt terug. Oké, mooi. Het volgende puntje zie de vaststelling van de... Het is onderhoud en herstellingswerken, gemeentewegen 2021. Patje, ik geef u graag het woord voor de lastvoorwaarden. Even toe te lichten. Ja, het is dossier dat vorige keer op de gemeenteraad stond met de verkeerde bestekken in bijlage. De grootste voornaamste punt is de parking van de school in Ravelzeel en de verbinding tussen die parking Eelstraat en Sint-Adrianenstraat. Dus in het kader van de verkeersveiligheid met de scholen afgesproken van daar de schoolroute in te richten en de nodige aanpassingen te doen. Parking van de technische dienst hebben we een probleem met wateroverlast, gaan we de nodige aanpassingen doen voor dat op te lossen. Voor de rest hebben ze nog Mietsendijk en de Schootsweg en Aardelen toplaag asfaltherstellingen. En dan zijn er nog plaatselijk herstel, waar dat we vaststellingen of meldingen door het jaar krijgen dat de technische dienst gebundeld heeft van beton of goten die opgehaald moeten worden. Ik weet niet of er voor de rest daar vragen over zijn. Alles duidelijk voor iedereen. Kim, ja, doe maar. Ja, dankjewel voorzitter en dankjewel Schepen van den Borne voor de uitleg. Nu, ik moet heel eerlijk zijn, als wij aan onderhoud van wegen denken, dan denken wij in eerste instantie aan het aanpakken van het asfalt, omdat daar bijvoorbeeld gaten in het asfalt zijn en dat die aangepakt moeten worden omwille van verkeersveiligheid. Dan denken wij aan kleinere onderhoudswerken aan wegen, voetpaden en fietspaden of aan kleine onderhoudswerken aan de rioleringen, aan de straat en zo verder. Echter, ik heb het bestek ook goed doorgelezen. Het was ook iets minder omvangrijk, de bijlagen, dan degene die er vorige keer bij zat. Want vorige keer zat er ook een Excel-bestand bij met dan de verschillende straten en wat er net ging gebeuren. En zat er ook een verkeerde bijlage bij, maar die zat er ook bij. En dan merken we, u hebt het zelf ook gezegd, hè, dat er ook... Een bestek opgemaakt wordt voor een aanleg van het kruispunt en de aanleg van een parking. Hè. En daar vinden wij echt dat er een gemiste kans is. Ik denk echt dat we moeten proberen op het moment dat het over meer gaat dan enkel onderhoud. Dus let goed op, als het enkel over onderhoud gaat, dan hebben we daar alle begrip voor. Maar als het gaat over meer dan enkel onderhoud, dan denken wij dat er een visie ontwikkeld moet worden op welke manier we die straat kunnen herinrichten. Eerst denkend aan wat is de bestemming van die straat. Dat is inderdaad heel belangrijk. Op welke manier kunnen we bijvoorbeeld verkeersbelemmerende objecten in die straat of in dat straatbeeld of op die parking zetten? Hoe kunnen we nog meer zorgen dat we
ontharden? Hoe kunnen we inderdaad nog meer groen aanbrengen? En dat missen wij hier echt wel. En toen ik vorige keer het agendapunt las en er stond onderhoud en herstellingswerken, dan ging ik er dus vanuit, of dan gingen wij als fractie er ook vanuit, dat dat eigenlijk vooral betekent die asfalt aanpakken. En dit is iets waarvan wij denken, oké, als we daar dan centen tegenaan gooien nu, dan gaan we ervan uit dat dat toch wel voor de komende 10, 15 jaar is. Allee, anders denk ik dat het helemaal geen goed bestuur is. En dan denken wij dat het belangrijk is om goed na te denken op welke manier we die straten beter kunnen herinrichten. En dus ja, wij vragen toch om daar meer een visie rond te ontwikkelen dan wat er nu voor ligt. Kim, er is een duidelijke visie rond, ik snap. Als wij straten volledig herinrichten, dan wordt daar een apart dossier op gemaakt. Dit is gewoon de parking van de school van de Neel. Ik weet niet of je gaan kijken bent hoe dat die parking erbij ligt. Het is begin jaren 90 geasfalteerd. Daar samen met schoolbestuur en touwraad hebben wij daarop samengezeten. Van hoe zien jullie die parking? Daar is gevraagd voor een apart fietspadje aan te leggen voor de kinderen. Daar komt ook een groenbuffer tussen de parking en dat fietspadje. De goten in de Eelstraat en de Sint-Adrianenstraat zijn aan de kant waar de kinderen naar school wegfietsen s'avonds. Want ze willen die kinderen van daar weg laten fietsen. Die zijn daar plaatselijk tot 10 centimeter verzakt. Dat is gewoon puur onderhoudswerken dat we daar doen. We gaan geen herinrichting van die straten doen. Het kruispuntje wordt wat ingericht, wordt lichtjes verhoogd, omdat daar de snelheid wordt uithalen en die kinderen hun suggesties strook. Verder is het puur, de Mirsendijk, Schootseweg en Aarle, het is gewoon een asfalt die versleten is, maar gewoon de toplaag van de weg. Dit is jaarlijks onderhoud. Andere dossiers waar u over spreekt, dat is bijvoorbeeld vorige maand op de gemeenteraad geweest, de eigenaarstaat, daar gaan we naar een volledige herhaling, dat wordt in een apart dossier gestoken. En het is het onderhoudswerken waar we door het jaar wordt door de technische dienst bijgehouden. Waar komen er opmerkingen? Wat zijn de vragen? De mensen die dagelijks op de weg zitten, op het terrein zitten, die geven dat door, die lijst dat op. En elk jaar wordt er een budget, dus in de begroting elk jaar €300.000 voorzien voor puur wegherstel. En dat is dit dossier. Dit heeft niks meer een herinrichting te maken of onthoud. Dit is puur een herinrichting of een onderhoud van bestaande toestand. En we hebben nu de parking van school, wordt iets of wat aangepast op vraag van school, maar dat is ook heel minimaal. Die parking die opruimt, hebben ze ook nodig voor het schoolfeest. En de parking die staat elke dag vol. We hebben er ook weinig ruimte voor meer ingrepen te doen in de andere richting. Trouwens, heel die zone van school is een jaar of 8 geleden volledig heraangelegd. Die oefening hebben we toen gemaakt. We gaan de weg inderdaad niet elke 10 jaar volledig herinrichten. Dit is nu een eenmalige ingreep die we dat doen. Ik hoop dat we dat de komende 20 jaar opnieuw moeten zijn. Mag ik nog aanvullen? Ja, ja, oké, okay, dankjewel. Ja, over die eerste drie straten, de Mirsendijk, ja, ik moet ze kwijt. En waar je zegt van oké, daar gaan we naar de asfaltlaag en die gaan we herstellen. Alle begrip, dat is inderdaad onderhoud. Maar als het gaat over het aanleggen van een parking, als het gaat over de heraanleg van een kruispunt, dan denk ik echt dat je niet mocht vergeten dat dat inderdaad voor de komende 10, 15 jaar is, zoals u het zelf ook zegt. En dan denken wij echt dat er op een andere manier wel moet nagedacht worden over de herinrichting van die plaats. Dus vandaar dat wij het spijtig vinden dat die kans niet gegrepen is. En dat wilden wij toch wel duidelijk maken bij deze... Kim, ik snap echt niet wat je nog meer wilt. We hebben hier samengezeten met een ouderraad, daar is met schooldirectie samen. Gezet. We zijn daar echt met die mensen ter plaatse. Dit voorontwerp is met de oude raad besproken. Hoe zien jullie die parking? Hoe zit dat gebruikt met school? We hebben met de school, dus in september starten we met Bike to School. Daar wordt een veilige schoolroute afgesproken. De kinderen gaan in een soort van inrichtingsloos rijden, 's morgens en 's avonds. Ja, en wij in functie van die schoolkinderen en die vragen van de oude raad en van school, hebben wij dat kruispuntje. En dat is, als je het dossier bekeken hebt, dat is echt minimaal. Er komt een klein suggestiestrookje in een kleur waar duidelijk wordt wat je fietsers en de plaats op de weg is. En het kruispunt waar dat vandaag wat verzakt is, wordt de klinkers opgehaald. Maar dus, en, het is net dat wat u zegt. Daar is over nagedacht, daar is met mensen gepraat. En ja, okay. Ik weet dat jullie willen altijd een heel grote participatie moment. Oké. We gaan de link doorsturen en we gaan vragen om uw mening te uiten, maar dan op vlak van het stemmen. U kan ja, nee of onthouden doen. Doet u maar. Oké. Iedereen heeft gestemd en... Ja, 21 voor.
Ja, 21 voor en 2 tegen. Goed, volgende puntje ga ik het woord aan Karin geven voor de vaststelling van de handhavingsprioriteiten ruimtelijke ordening. Karin? Ja, zoals jullie weten doen wij wat ruimtelijke ordening betreft beroep op IOK voor het handhavingstraject voor ons mee te ondersteunen. En daar is een intergemeentelijke stedenbouwkundig inspecteur en intergemeentelijke verbalisant aangeduid. En IOK vraagt ons om prioriteiten te bepalen waarvoor dat die personen gaan optreden voor ons. En dat is eigenlijk hetgeen dat we vandaag doen. Dus bepalen in welke dossiers dat IOK gaat optreden. Je ziet ze daar opgesomd, schendingen tegen groenvoorzieningen die als vergunningsvoorwaarden werden opgelegd, onvergunde functiewijzigingen met hinder tot gevolg, en overdekte constructies zonder vergunning met een oppervlakte boven de 80 vierkante meter. Dus dat zijn voorlopig de prioriteiten. Dat wil niet zeggen dat als er andere inbreuken zich zouden voordoen, dat je dan niet kan optreden, want burgemeester en politie behouden uiteraard hun bevoegdheid daarin. En daarnaast heb je ook nog de gewestelijke prioriteiten. Dus dit is maar een stukje van het handhavingsproject dat we in handen van IOK geven. Zijn er vragen over? Nee. Els? Ja, doe maar. Oké, dankjewel. Het is altijd een meerwaarde om inderdaad ondersteund te worden en te kunnen rekenen op die expertise die daar aanwezig is. Wij hadden wel een paar vragen. Bijvoorbeeld, hoe gaat die informatie over die overtredingen bij IOK terechtkomen? En gaat dat voor de melders een verschil maken? Dus waar moeten die gemeld worden en hoe worden die verdeeld dan? En zoals die oppervlaktemaat, want u heeft net gezegd, mevrouw Kouwenberg, dat wij de criteria mochten bepalen. Dus mag ik er dan ook van uitgaan dat wij die 80 vierkante meter hebben bepaald? Ja of nee? En allee, ja, op welke basis hebben we dat dan bepaald? En ook van, ja, hoe gaan wij als gemeente en de politie dan die andere overtredingen aanpassen? Dus we hebben wel een aantal vragen naar de functionaliteit nog. En daarnaast ook nog eentje in verband met openbaarheid van bestuur. Want hoe transparant gaat die handhaving dan zijn naar de mandatarissen toe, het stuk dat bij het IOK terechtkomt? Ja, Karin, het woord. Ja, wat die 80 vierkante meter betreft, dus het is zo dat bijgebouwen bijvoorbeeld zijn vrijgesteld tot 40 vierkante meter. En dus dat valt onder het vrijstellingenbesluit. Binnen de gemeente hebben wij ook wat de norm dat 10% van de perceelsoppervlakte bebouwd mag worden voor een bijgebouw. Dus dan, als je ziet dat de meeste percelen toch nog wel een 800 vierkante meter hebben, komen het zo aan die 80 vierkante meter. En ja, dat is eigenlijk een beetje de norm die we gehanteerd hebben. Van, we gaan niet de kleine overtredingen die dan zouden optreden tussen die 40 en die 80 aan IOK overmaken. Maar als ze boven die 80 gaan, ja, dan vinden we het wel een zware overtreding als men dergelijke constructie zet. Hoe dat we de andere overtredingen gaan aanpakken. Momenteel is het zo dat als wij daar een melding over binnenkrijgen, en die werkwijze zullen wij ook behouden, dan krijgen de aanvragers, of de overtreders liever, in eerste instantie een schrijven vanuit de gemeente, waarin zij in kennis worden gesteld van hun overtreding en waarbij dat wij hen melden dat ze zich moeten melden bij het gemeentelijk loket, bij onze bouwdienst, om te bekijken of dat er een regularisatie eventueel mogelijk is of hoe dat we dat kunnen oplossen. En afhankelijk van de zwaarte van een overtreding kan dan eventueel ook politie ingeschakeld worden als zij niet tot herstel van de overtreding overgaan. U had ook een vraagje over informatie. Hoe dat de informatie bij IOK geraakt, dacht ik. Ik denk dat op dat vlak zullen overtredingen en opmerkingen zullen vermoedelijk nog altijd, zoals dat nu is, ofwel bij de gemeente ofwel bij de politie binnenkomen.
En dan is het aan ons natuurlijk om dat door te sturen naar IOK, wanneer dat wij zo'n meldingen binnenkrijgen, wanneer dat ze binnen die handhavingsprioriteiten vallen. Dus dat is ook al een paar keer gebeurd ondertussen. Of dat dan nog transparant is, ja, ik denk dat dat even transparant is als dat nu eigenlijk is, hè, dat daar altijd inzage gevraagd kan worden door mandatarissen wanneer dat zij dat nuttig of nodig vinden. Dat de openbaarheid van bestuur ook daarin geldt, omdat wij een gemeentelijke bevoegdheid eigenlijk hebben gedelegeerd naar een intergemeentelijk orgaan, zal ook daar die openbaarheid van bestuur wel zijn werking kunnen hebben. Oké. Ja, dankjewel. Dat was heel duidelijk. Nog vragen, opmerkingen, bedenkingen? Dan wordt de link bij deze doorgestuurd. Ja, 23 voor. Goed, dan gaan we naar het volgende puntje, met name aanpassing, personeelskader, goedkeuring. En ik geef het graag het woord aan Walter, en ook voor het volgende puntje van rechtspositieregeling. Maar eerst aanpassing, personeelskader. Walter? Ja, wij stellen voor aan de gemeenteraad om een aanpassing te doen aan het personeelskader. Met name willen we een functie van aankoper op A1 A2 niveau, een voltijdse functie openstellen en een functie van kinderverzorgster C1, C3 voor 0,8 voltijds equivalent. En je ziet in het voorstel dat we een functie van coördinator aankoper op B1, B3 willen schrappen. Waarom doen we dat? We hebben al twee keren de functie van aankoper op B1, B3 niveau opengesteld. Al twee keer een examen gedaan, daar waren mensen in geslaagd, maar een beperkt aantal, maar zijn uiteindelijk nooit op de functie ingegaan. Dus we zien dat er op de arbeidsmarkt voor dat niveau van job, dat op B-niveau heel moeilijk te krijgen is. We vinden dat anderzijds als gemeente toch een heel belangrijke functie, omdat zij zorgen voor de aankopen en voor de openbare aanbestedingen en zo. In die zin is dat toch wel belangrijk. Vandaar dat we een kwaliteitsvol iemand willen hebben. En we zijn overtuigd, ook het managementteam, dat we dat dan best op A1 niveau openschrijven. Dat is het. Oké. De link wordt bij deze doorgestuurd. Ja, 23 voor. Dan omtrent de rechtspositieregeling. Doet u maar, Walter. Ja, dus de aanpassing van de rechtspositieregeling voor het personeel staat op de agenda. Dat is een voorbereiding geweest die door de personeelsdienst is opgepakt. En dat is ingegeven door enerzijds wat de regelvorming is en veranderende wetgeving. Anderzijds is dat getoetst met de gemeenten rondom ons en is er vakbondsoverleg geweest. En zowel het diensthoofdenoverleg als het managementteam als het college stelt voor om goedkeuring te geven aan de aanpassing van de rechtspositieregeling. Er is vorige week ook een technische toelichting gegeven, denk ik, voor degene die dat zou interesseren. Eigenlijk ga ik het hier vooral over de praktische werking van personeel, hoe dat we aanwerven, welke procedures we gebruiken, hoe dat verlofdagen in elkaar zitten en dergelijke meer. Een hele bundel die vooral, denk ik, door de personeelsdienst gehanteerd wordt en gebruikt wordt om op een correcte manier met ons personeel om te gaan. Oké. Vragen, opmerkingen? De link wordt bij deze doorgestuurd. Drie voor. En dan gaan we
Dus wat betreft IOK, IOK afvalbeheer, IVK en ICA. Respectievelijk goedkeuring van de algemene vergadering van die vier. Walter, even het woord, kort. Ja, het is de algemene vergadering van IOK waar de gangbare punten op staan van elk jaar. Waar er een vervanging is in de Raad van Bestuur en die afgesproken is binnen die fractie van de VLD, denk ik. En voor de rest zijn de algemene punten van de rekening van 20 en de begroting, ja. Oké. Ik stel voor dat we eerst de link doorsturen van IOK Algemene Vergadering. Ja, dan de link van de IOK Afvalbeheer. Ja, dan de link van IVK. En tenslotte de link van ICA. Voorzitter. Ja. Misschien is wel ICA voor de gemeenteraad toch wel één puntje wat ons toch wel aanbelangt. En dat is ook wel belangrijk, denk ik, dat gemeenteraadsleden dat weten. Dat punt 5, kapitaalsverhoging, aandelen, kengetal. Het is zo dat ICA participeert in een groene stroomproject van Storm. En wij zouden daar ook een aantal aandelen in nemen, namelijk 35 van een nominale waarde van €500. Dat gaat voor €17.500. Dat is iets waar we later ook dividend voor krijgen. Wij moeten dat bedrag weliswaar niet betalen. Wij kunnen dat betalen van onze rekening courant die wij bij ICA hebben. Ik denk dat ICA wat dat betreft, ik wil dat toch wel eens zeggen, want dat is een intercommunale die misschien niet altijd zo gekend is, maar nu en in het verleden toch al wel schitterend werk gedaan heeft, waar we ook elk jaar een mooi dividend van krijgen. Vorig jaar was dat, als ik me goed herinner, €109.000. Zij zitten vooral in die groene stroomactiviteiten bezig. Ja, ik denk dat dat goed is. En ook hier zou ik inderdaad graag dat wij daarmee akkoord gaan. Dat is een onderdeel van het besluit om op die manier daar ook mee te participeren in dat groene stroominitiatief van Storm in Reding. Ja, de link is doorgestuurd. Oké. Dan gaan we naar de toegevoegde punten. Ja. Die Groen heeft aangemeld en ontlent het eerste punt. Wie neemt het woord? Ja, aan u het woord, alsjeblieft. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, we weten allemaal dat de natuur steeds meer onder druk komt te staan, samen met de achteruitgang van biodiversiteit en daaraan gekoppelde ecosysteemdiensten. Groeit ook bij heel veel mensen het besef dat biodiversiteit en ecosystemen natuurlijke processen bijdragen aan het welzijn van de mens. En ik denk dat het belangrijk is dat als we hoop willen bieden aan de gevolgen die er zijn van klimaatverandering. Ik heb vorige week nog een discussie gehad in het federaal parlement over de invloed van droogte op kleigronden bijvoorbeeld, wat ook bij leemgronden begint invloed te hebben. Maar als we dus hoop willen bieden aan de gevolgen die de klimaatverandering sowieso met zich meebrengt, dan zullen we ons land, maar ook onze gemeente, klimaatrobuuster moeten maken. En dat kan volgens ons door maatregelen te nemen die de kwetsbaarheid van menselijke en van natuurlijke systemen voor de gevolgen van die klimaatverandering ook verminderen. We zijn dan ook van mening dat ecologisch verantwoord groen in onze gemeente een voorbeeld voor burgers kan zijn. En inderdaad, net zoals dat wij voorstander zijn van grote participatieprojecten, zijn wij ook voorstander van het goede voorbeeld te geven aan onze burgers.
Wij denken dat we onze gemeente en de inwoners van onze gemeente kunnen sensibiliseren door als gemeente zelf een goede voorbeeld te geven. En ik zeg niet dat dat nu nog niet gebeurt, maar we denken wel dat we daar nog stappen in kunnen zetten. Stappen die we onder de vorm van een charter misschien ook nog net iets meer in de verf kunnen plaatsen. Wat vragen we expliciet in dat charter? Dat is 1. Het beheer van de publieke ruimte optimaliseren voor luchtkwaliteit, bodeminfiltratie, biodiversiteit. We beseffen natuurlijk dat de invoering daarvan moet samengaan met personeelscapaciteit en ook met budgetten die ervoor zijn. We denken dat het kan helpen om opleiding ter beschikking te stellen van medewerkers van de GroenDienst. Nogmaals, niet dat dat nu niet al gebeurt, maar dat we dat misschien nog wat meer in de verf kunnen zetten, zodat ze meer over kennis beschikken van publieke ruimte ecologisch te beheren. En tot slot, het betreffende beheer wordt opgenomen in het milieubeleid van de gemeente en de waarde hiervan wordt erkend, zodat het ecologisch beheer reeds in de beginfase van projecten kan meespelen. Dat zou ons voorstel zijn, meneer de voorzitter. Dank u. Ja. Wie gaan we daar... Ik zal daar in eerste instantie op antwoorden. We hebben dat inderdaad besproken, hè, Kim. Zowel binnen fractie als het college, als toch ook vooral met de mensen die het moeten uitvoeren, onze technische dienst. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus wij staan zeker positief tegen dit initiatief. En heel veel zaken die jij opnoemt, die doen we al of daar is al een inzet mee genomen. De PAD kan dat heel goed tot in detail zeggen, hoeveel hectare dat is, waar we het gras laten groeien en dergelijke meer. Wat wij eigenlijk liever niet doen, is hier weer maar eens een charter ondertekenen. En ik ga u zeggen waarom. Ik vind, als wij een charter ondertekenen, dan nemen we direct ook als engagement mee dat we dat ook heel goed gaan uitvoeren. En dat we daar na punt en komma zorgen dat dat in orde is. Dat dat dan ook altijd tot in detail kan getoetst worden. En ik moet zeggen dat sommige mensen van de technische dienst, en ik denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, waar we heel wat charters al ondertekend hebben in het kader van veiligheid en zo, daar heel sterk onder druk komen te staan. En vandaar dat dat heel moeilijk is om dat inderdaad bij te houden, brengt vaak heel veel administratie mee, waar je het eigenlijke doel soms wat voorbij streeft. Tegelijkertijd vind ik uw voorstel wel een goed voorstel. En wil ik naar het inhoudelijke van dat voorstel niet nee zeggen. Vandaar dat we zouden willen voorstellen, als jullie daarmee akkoord kunnen gaan, dat we meegaan met het plan om nu in de maand mei, zoals daar initiatieven zijn in Vlaanderen, het gras te laten groeien op de plaatsen waar dat kan. Laat ons dat eens proberen, wat dat geeft. Ook eens goed in kaart brengen of dat meer of minder werk met zich meebrengt. Want dat is ook wel belangrijk, want nu moelen we dat gras, dus dat blijft ter plekke, dat moet niet afgevoerd worden. Hè. Dan gaat dat misschien allemaal wel moeten. Wat is daar de ecologische kost van? Dus we zouden eigenlijk heel graag, om toch mee te kunnen gaan met uw initiatief, zeggen van laat ons dat nu in mei mee oppakken. Laat ons eens kijken wat dat geeft, om op die manier daar een evaluatie te kunnen maken, om dan de richting verder uit te gaan zoals jij voorstelt. Want we hebben jullie voorstel, en dat kan ook niet eer, dat hoeft ook niet hier, vorige donderdag gekregen. Ja, als ik dat dan inderdaad moet tot in detail gaan bekijken, kunnen we dat, wat is de consequentie daarvan, en noem maar op, dan vind ik het gevaarlijk om nu te zeggen van ik teken dat charter. Dus daar moet ik nee op zeggen. Want als ik dat zeg, dan moet ik mij ook aan de verplichtingen houden die daarin staan. En dat kan ik. Wat we wel willen doen, is nu in mei meestappen met mij nee in mei. Dat willen we wel doen om te kijken of dat we inderdaad op die manier een stuk tegemoet kunnen komen aan die biodiversiteit, dat we daar stappen in kunnen zetten, kunnen dan ook eens zien wat dat als reactie geeft en hoe dat we dat proces, wat als idee een goed idee is, hoe dat we dat geleidelijk aan kunnen implementeren. Ja, Kim? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel natuurlijk dat u ermee over wilt nadenken en ik begrijp, alleen ik heb goed gehoord, dat we volgende keer moeten zorgen dat onze agendapunten net iets vroeger binnen zijn. We zullen ons best daar zeker voor doen. Er zijn inderdaad een aantal zaken die we als GroenFractie
belangrijk vinden, zoals een van deze zaken is dit. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog een klein beetje geschrokken ben van de manier waarop het vorige agendapunt afgerond werd. Dus versta mij niet verkeerd. Ik ben heel blij met de stappen die hier genomen worden. Als GroenFractie zouden wij dit graag ter stemming voorleggen. Maar natuurlijk, als jullie zeggen nu nog niet, maar volgende maand eventueel wel, kunnen we natuurlijk ook beslissen om het te verdagen. Aan de andere kant hoor ik u zeggen, charters ondertekenen, ja, dat brengt vooral veel administratief werk mee. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Dat is een beetje hetzelfde als een resolutie in de parlementen. Dat is vooral de uitvoerende macht aanporren om een aantal zaken te doen en om een aantal vragen te stellen. Maar voilà, kijk, we hebben ons punt gemaakt, zoals we dat ook daar straks hebben gedaan, omdat we het als GroenFractie belangrijk vinden om aan te duiden wat wij zouden doen als wij als schepen een aantal zaken zouden doen. Maar voilà, leg het ter stemming voor en dan... Mag ik toch nog even, in die zin van, door te zeggen dat we dat nu in de maand mei gaan doen, gaan we toch heel wat ervaring opdoen. We gaan daar de goede punten van zien en we gaan daar de minder goede punten van zien. En dat kunnen we dan meenemen in het debat dat we daarin gaan. Dus ik denk dat we daar echt wel een stuk tegemoet willen komen. Dus we hebben ook bewust vandaag is er niet gestart met de maaien. We hebben dat vorige week ook al besproken. Dus we gaan dat niet doen, met de uitzondering van de sportvelden en de begraafplaatsen. Dus daar gaan we het wel doen, maar voor de rest gaan we dat beperkt doen. We gaan dat zien wat dat geeft. Dus in die zin gaan we daar echt wel een stuk in mee. En dan doen we die maand die ervaring ook wel op in dat kader. Misschien kunnen we dan volgende maand een evaluatie krijgen van hoe dat ervaren is die maand mei. Doe maar de gemeenteraad daarop. Dan hebben ze tijd om dat voor te bereiden. Gaat de eerste maand doen en dan... De gemeente, want dan hebben we 2 dagen later gemeenteraad. We zullen de gemeenteraad daarop zullen we het zelf terugbrengen. De ervaringen die we daarmee gehad hebben. Goed? Oké. Oké, Kim, vraag jij het punt ter stemming of ben jij tevreden? Jij vraagt het punt ter stemming. Oké, dan gaan we de link door. Meneer voorzitter, Koen vraagt nog het woord. Hè. Ah, Koen, in mijn enthousiasme heb ik het weer al niet gezien. Hè. Doet u maar. Micro. Micro, Koen. Nee. En nu nog niet? Ja, nu wel. Ja, mijn enigste bezorgdheid was dat we toch voldoende openbare grasvelden voorzien en waar dat we de opstartende... door de coronamaatregelen zijn een aantal binnensporten kunnen nu niet doorgaan. En denk bijvoorbeeld maar aan Lening en Gezwind, aan een aantal volleybalclubs zijn nu buitenactiviteiten aan het doen. Dus we moeten wel zien dat we niet in dat stilletjes aan terug opstarten van verenigingsleven, dat we ook zien dat we genoeg speelruimte vrijhouden en waar dat ook dat buitensporten gradueel kan opstarten. Ik sta inhoudelijk daar zeer achter het voorstel zoals Walter het brengt. Maar ik denk dat we zeker in mei ook moeten zien dat we die beginnende opstartende verenigingsleven, dat we daar ook ruimte voor moeten voorzien in het openbaar. Dat was mijn enigste bezorgdheid in deze. Goed. Nog iemand die zijn hand omhoog wil steken? Ik wil dat al heel even iets op aanvullen. Ja, doe maar. We zijn al van 2015 met de maai weer begonnen. Vandaag is het zo dat wij echt hectare grasveld niet meer maaien en laten groeien. Het is een programma dat we in 2015 opgestart zijn samen met ons groendienst. Dus we hebben er al best wel ervaring in. Bert Goris, verantwoordelijk van de groendienst, heeft al heel wat cursussen ondertussen gevolgd bij het VVOG, Vereniging voor Openbaar Groen, en heeft al wat expertise. Het is ook niet altijd zo simpel voor overal zomaar laat maar groeien en heel het onkruid en het zaad dat erin komt. We krijgen toch regelmatig wel meldingen van mensen die tegen zo'n stukje groen van de gemeente liggen, dat die er altijd niet zo blij mee zijn. Maar niet al te min, wij zitten vandaag op echt hectare, dat wordt jaarlijks geëvalueerd. En daar is misschien hier of daar nog wat extra ruimte, maar wat wij vandaag doen, die grote groene plantsoenen, die worden 2 keer per jaar gemaaid. Dat doen we samen met een maatwerkbedrijf. Waar dat we dat na 15 juni maaien laten liggen, dat het zaad kan zich laten drogen, dat het zaad eruit kan.
En dan voeren we dat af om te verschralen. Maar binnen die terreinen hebben we wel, zoals Koen zegt, een aantal pleintjes die we wel wekelijks willen blijven maaien. Wat de kinderen kunnen voetballen en minivoetbalveldjes die we wel op die manier blijven onderhouden. Maar we zullen dat wel eens kijken dat er ergens ruimte is. Daar wil ik zeker in meegaan. Maar ik wil maar even meegeven dat we toch al echt hectare op die manier onderhouden sinds 2015. Ik merk dat er inhoudelijk wel een consensus is, alleen de vorm waarop en de timing, dat daar mogelijkerwijs toch discussies. Kim, jij vraagt nog een woord. Ja, doe maar. Ja, ik wil alleen maar zeggen dat er denk ik niet goed geluisterd is. Ik heb gezegd dat wij weten dat de gemeente al stappen heeft gezet, dat we zeker niet pretenderen dat er nog niks gebeurt. Hè. Dus dat weten we ook, maar dat wil niet zeggen dat je geen extra stappen kunt zetten. Voilà. Maar ik heb iedereen hier altijd elkaar horen herhalen, dus ik denk dat we inhoudelijk het eens zijn. Alleen vormelijk, laat ons daar eens rustig over kijken en laat ons dan de ervaring van de Groendienst na de maand mei, dat dat in juni kan bekeken worden en dat dat desnoods in juli dan verslag kan uitgebracht worden. En uit ervaringen leert men en dan kan men voor de toekomst verstandige beslissingen nemen. Maar desalniettemin heeft u gevraagd om te stemmen, dus ik zie dat ik nog niet gestemd heb, vandaar dat ik... Dus het gaat om het al dan niet ondertekenen van het bye-bye grascharter. Ja, en dat is dan inderdaad bye-bye. Goed. Nog eentje moet er stemmen, krijg ik hier in mijn rechteroor gefluisterd. Wie? 17 tegen en 1 onthouding. Oké. Dan was er nog een puntje. Was er nog een puntje? Dat vertoos je mee. Oké. De VARIA. Zijn er nog punten in de VARIA? We gaan op een drafje, maar dat rijdt goed. Ja, wie heeft er nog iets te zeggen in de VARIA? Toen werd het bijna muisstil. Iedereen heeft zijn zeg gedaan. Eenmaal, andermaal, niemand meer, dan kan ik met een gerust hart dan ook deze vergadering van de gemeenteraad afsluiten. En dan gaan we naadloos over naar de vergadering voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En daar ook het eerste puntje, het klassieke, het burgemeesterbesluit dat we met z'n allen moeten goedkeuren. En de link zal u dan ook bij deze worden aangeboden, waarop u uw stemrecht kan uitoefenen. Iedereen? Nog twee. Nog eentje. 23 voor. Oké. Het volgende punt is opnieuw het intrappen van open deur dan, want dat hebben we daarnet al besproken. Aanpassing, rechtspositieregeling, ook dat gaan we, de link gaan we bij deze doorsturen. En stemmen maar. Voor IOK Algemene Vergadering hetzelfde verhaal. Daar is de link. Goed, en dan rest mij enkel nog in de VARIA van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan iemand het woord te geven die daarom verzoekt. Weer al mijn enthousiasme te groot. De aanvullende dagorde omtrent het punt van de aanspraak op mensen die recht op Vlaamse huurpremie niet krijgen. Wie vraagt daar, wie doet daar? Els, ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Kandidaat huurders die al minstens 4 jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning, die kunnen in aanmerking komen voor die Vlaamse huurpremie, zoals jullie weten. Nu, afgelopen jaar bleek dat er maar 4 op de 10 mensen die daar recht op hebben, die ook effectief hebben aangevraagd.
Nu, Ravels kan het lokaal bestuur initiatief nemen om inwoners die hun recht op die Vlaamse huurpremie niet hebben uitgeoefend, zelf te contacteren om te bijkomen te ook te informeren en eventueel ook extra begeleiding te bieden als dat nodig is. En op deze manier kunnen toch onze betrokken burgers hun sociale rechten optimaal uitputten. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld Antwerpen, het OCMW van Antwerpen was een van de eerste die dat gedaan heeft en dat heeft zich beroept op de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om een protocol af te spreken met Agentschap Wonen Vlaanderen. En in dat protocol wordt eigenlijk de dataoverdracht geregeld zonder dat de regels van de privacy geschonden worden. En uit dat protocol blijkt ook duidelijk de wens van Wonen Vlaanderen om meer informatie uit te wisselen met ons als lokaal bestuur, maar dan met alle lokale besturen natuurlijk. Dus Wonen Vlaanderen wil die gegevens in zaken de kwaliteit van woningen digitaal ter beschikking stellen van alle actoren die actief zijn in het domein van die woonkwaliteitsbewaking en ervoor zorgen dat ook dat beleid beter opgevolgd wordt, dat die papierstromen afgeschaft worden. Met andere woorden, de woonkwaliteitsbewaking in Vlaanderen kan de 21ste eeuw ingeloodst worden. En door in overleg te gaan met Agentschap Wonen Vlaanderen zal onze gemeente, het OCMW, dus ook minstens jaarlijks een overzicht kunnen krijgen van alle inwoners die niet gereageerd hebben op dat bericht dat ze dus 4 jaar zijn ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij en dus recht hebben op die Vlaamse huurpremie. Dus bij deze was dat voor ons een warme oproep. Dank u. Koen, of wie? Ja. Els, ik vond dit een heel goed voorstel, hè, waar dat we ook heel snel zelf achter gegaan zijn. Wij hebben, en ik ben daar best fier op, een zeer proactief beleid in onze sociale dienst, waarin dat wij altijd proberen te kijken voorbij de eerste hulpvraag en proberen altijd een verhaal van rechtenuitputting te voorzien. Dus zeker ook naar de huurtoelagen wordt er altijd bij onze cliënten ook meegekeken of dat daar een mogelijkheid bestaat. En ik weet dat we dan zeker ook nog een deel mensen misschien niet zien en dat we best naar een algemene rechtenuitputting zouden gaan. We hebben daarvoor, in functie van het voorstel, want ik heb ook met een administrateur-generaal kunnen bellen van Agentschap Wonen Vlaanderen, voor te zien van, kunnen we dit ook afsluiten als gemeente, want ik ben daar in alle eerlijkheid ook zeker in geïnteresseerd. En wij kregen daar te horen dat er nu in samenspraak met VVSG en de Vlaamse Toezichtscommissie op het ogenblik wordt nagegaan hoe dat die gegevensuitwisseling vanuit Agentschap Wonen Vlaanderen in de toekomst op zo'n efficiënt mogelijke manier in overeenstemming met de privacyregels kunnen opgezet worden. En dat er dan misschien ook wel kan gekeken worden naar een Vlaams protocol of een regionaal protocol, waardoor dat je niet, dat Wonen Vlaanderen niet bij elke gemeente een apart protocol moet afsluiten. Hè, wat dat toch ook een heel grote administratie is. Dus wij hebben daarin zeer ook al gevraagd dat we zeer geïnteresseerd zijn, of aangegeven dat we zeer geïnteresseerd zijn. En ik ga zelf ook via een aantal leden, via de bestuurlijke commissie welzijn van het VVSG, ook zien dat we van daaruit misschien ook die dingen wat kunnen. Of in ieder geval ook wat wind bijzetten langs die kant. Wonen Vlaanderen geeft ook aan dat het OCMW van Antwerpen, denk ik, op dit moment de enigste gemeente is met die een convenant heeft. En zij zien dat zelf ook een stuk als een proefproject. Is denk ik ook de afspraak gemaakt dat zij toch ook een stuk feedback gaan geven op wat dat de belangrijkste of de voornaamste reden zijn van die niet-respons. Dat daar ook een studie uit voortkomt waarom mensen inderdaad niet reageren en waarom dat ze die rechten niet uitputten. Inhoudelijk zijn wij voor. De administrateur-generaal gaf aan dat ze liever eigenlijk keken naar bekijken was naar een Vlaams protocol of een overkoepelend protocol voor de Vlaamse Toezichtscommissie, dat dan een uniform protocol zou kunnen zijn. We wachten dat heel graag af. En dan inhoudelijk zijn wij voor. Ik moet wel zeggen, in artikel 1 voldoet
onze sociale dienst volledig. Wat mij nog niet 100% duidelijk was, wat mij ook wel interesseert, is dat jullie aangaven dat er mogelijk daardoor middelen in Ravel zouden vrijkomen. Maar het is zo dat onze huurtoelage, dat bij een aanvraag voor een Ravelse huurtoelage wordt er ook altijd in onderzoek gedaan of dat er geen rechten zijn vanuit de Vlaamse huurtoelage, en die is ook niet cumuleerbaar met elkaar. En in elke andere aanvraag van steunaanvraag gaan we proberen ook die richte uitputting te doen. Dus ik denk niet dat het direct een budgetaire winst, maar toch niet voor de gemeente of voor het OCMW, maar zeker wel mogelijk voor een aantal burgers. En ik sta achter het principe. En ik kijk ook wel uit naar dat overkoepelend protocol waar men blijkbaar aan het werken is bij Wonen Vlaanderen. Oké, ja, ik ben inderdaad ook heel blij om te horen dat we al proactief werken. We weten dat ook wel. Hè. Dus we wisten ook wel dat dit punt op zich wel ingang zou kunnen vinden. Het enige waar dat we nog even willen terugkoppelen is van ik vind het fantastisch dat je contact hebt genomen hebt en dat daar aan gewerkt wordt. Maar door dit agendapunt eventueel toch te laten stemmen tebied en goed te keuren, kunnen we wel nog meer druk zetten om te werken aan dat protocol, want dat is nu het woord dat je gekregen hebt. Hè? Maar er is nog niks, hè? Nee, we hebben dat op dit moment nog niet. Nee. Maar ik had ook niet het gevoel dat men aparte protocols, dat men wou werken naar een uniform protocol. Ik lees het hier voor, de mail die de administrateur-generaal aangaf, dat neem het weg wanneer meerdere gemeenten aangeven dezelfde opvolgingsprotocol bij ze installeren, zal nagegaan worden of er een overkoepelend protocol door de Vlaamse toezichtscommissie zal aanvaard worden. In die zin is het protocol van Antwerpen een proefproject. En ik ga ervan uit dat de resultaten van de bevraging van het OCMW van Antwerpen het zal organiseren en een beter beeld zal opleveren voor de voornaamste reden van de niet-respons. En ik geef daarin ook aan dat men in samenspraak met VVSG en de Vlaamse Toezichtscommissie op dit ogenblik aan het nagaan zijn hoe dat ze naar een efficiënte overeenkomst kunnen opmaken van het Wonen Vlaanderen. Dus inhoudelijk stonden zij daar ook achter in die gegevensdeling. Zij zoeken eigenlijk naar een uniform protocol te gaan. Dus ja, ik heb geen moeite ermee om dat te stemmen, want ik sta erachter. Ik zou willen en zelfs verder, ik ben zelf heel erg pleitbezorgder. De actualisaties voor de herinschrijving van de bouwmaatschappij is er zo ook een. En, daar ben ik heel erg pleitbezorger voor, dat die ook dubbel naar de OCMW's komen om op die manier die heractualisatie bij cliënten ook te kunnen nakijken dat die gebeuren. Want heel dikwijls komt zoiets binnen in een vensterenvelop. En een vensterenvelop is voor heel veel mensen dof is, slecht nieuws. En wordt dikwijls niet gelezen, ook de ambtelijke taal is daarin niet op maat vaak van onze doelgroep. Dus ik ben voor die administratieve vereenvoudiging en voor die controle. Voor mij part mag dat mijn stemming, maar ik weet niet hoe dat Wonen Vlaanderen daar met dat protocol gaat komen. Voor mij part wil ik u terugkoppeling geven van het moment dat wij daar duidelijkheid over hebben, desnoods op een gemeenteraad of op een OCMW-raad. Els? Ja, ik ben even aan het verwerken wat allemaal gezegd is. Heel veel goede dingen. Heel veel goede dingen. Ja, misschien kunnen we het wat aanpassen dan naar een motie of zo, om te vragen om een uniform protocol op te stellen, zodanig dat we op die manier toch een duidelijker signaal geven. Want wat u gezegd heeft, Koen, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik weet ook dat jij dat vanuit die intenties doet en dat we proberen met OCMW iedereen te bereiken. Dus, misschien kunnen we dat zo aanpassen. Omvormen naar een motie, verzoek om een uniform protocol. Koen, wat denkt u? Voor mij is dat heel goed. Ik bedoel, inhoudelijk kan daar niemand tegen zijn. Hè. Is daar iemand tegen? Want je weet nooit natuurlijk. Hè. Je kan enkel maar voor je eigen beeldscherm spreken en niet voor de rest.
Is er niemand tegen dat we dat met enige creativiteit omvormen naar een motie met verzoek om aan de bevoegde overheid te vragen om te werken naar een uniform protocol met het doel dat hier net omschreven is. Iedereen akkoord? Ja. Dan gaan we dat zo ook doen. Dat is heel erg fijn en dan komen we daar nog op terug. Dan komen we op terug. Maar dus de aanzet is gegeven en ze zijn ermee bezig en dus dat zal wel normale wijze goed verlopen. En indien dat niet goed verloopt, zullen we daar achteraf nog desnoods aan duwen of trekken. Het resultaat moet er zijn. De manier waarop gaan we dan samen wel bekijken. Maar als de Vlaamse overheid de voortrekkersrol kan spelen, dan is dat natuurlijk met graagte aangenomen. Goed, ik dank u allemaal. Zijn er nog punten in de varia voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn? Niets. Dan dank ik jullie allemaal voor jullie volgehouden aandacht, van waar ook. En ik opnieuw, Jeff, ik hoop dat jij het goed stelt. Jeff Kokenberg, dus, maar ik zie dat nogal meevalt. Het zijn alleen de poortjes die niet meer willen flippen. Ah, dat is goed, jongen. Oké, goed. Tot de volgende vergadering. Ja. En tot ziens. Dag.